De raad van de gemeente Heumen heeft besloten om vanaf 2019 de Milieustraat in Malden elke zaterdag te openen van 10 tot 3. Eerder werd besloten om de Milieustraat in 2018 te laten sluiten, behalve als er werd aangetoond dat er nog wel behoefte naar was. Uit het onderzoek is nu gebleken dat de Milieustraat genoeg wordt gebruikt om hem open te houden. De extra kosten die dat met zich mee gaat brengen gaan doorberekend worden in de afvalstoffenheffing voor grotere en kleinere huishoudens.